gaat eigenlijk hartstikke goed met Asman. We hebben een nieuwe cd gemaakt. Die wordt hartstikke goed ontvangen. Landelijk wordt die nu ook gedraaid. Er zijn grote festivals die er aan gaan komen. Dus het gaat goed. Nieuwe singles is er net uit. En die wordt nu ook rustig aan opgepikt door de radiostations. Dus het gaat eigenlijk hartstikke mooi. Je voelt je soms een treinwrak. Je hebt je haar en je make-up strak. Na de nieuwe plaat zijn we inderdaad een keer bij de Tros Sterren radio geweest. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Nou, je moet een keer op televisie komen. Dat was de Tros Sterrenparade. Ja. Nou, dat was voor ons wel vrij nieuw. Want het is wel Nederlandstalig, maar toch wel iets anders dan wat wij eigenlijk gewend zijn. Maar dat was echt hartstikke leuk om te doen. Mensen waren enthousiast. En toen zeiden ze van Tros, nou kom dan ook maar een keer op zaterdagmiddag. En de Tros Muziekcafé op Radio 2. Dus daar zijn we 2 weken geleden zijn we daar geweest. En dat was wel leuk. Dat was leuk. Ja. Kijk aan met haar heupen liegen. Het is alsof ze vraagt, ga met me mee. Daar zijn we ooit met z'n drieën begonnen. En toen waren we meer een kleinkunstformatie. En zo, dat probeerden we ook altijd uit te dragen. Maar op een gegeven moment wilden we wel graag wat grotere festivals doen. En toen zijn we eigenlijk naar een hele band gegaan. En dat is nu langzaam uitgegroeid tot 6. En soms staan we met 7 man op het podium. Dat is wel een beetje anders dan wat het ooit was. Lenen jullie liedjes zich daarvoor om zo groot uit te pakken? Niet allemaal. Nee, dus die kleine liedjes die spelen we ook nog steeds. En soms ook wel gewoon ook op grote podia, omdat we ook wel willen laten zien waar we vandaan komen en wat we doen. En het gaat ook vaak om de interactie met het publiek en daar zijn die kleine liedjes juist heel geschikt voor. En de laatste paar jaar hebben we ook inderdaad wel geschreven op gewoon op grote, maar op volwaardige popsongs. Dus dat wordt bijna gewoon rock. De verbinding verbreuken, de deuren en sleutel. Je bindt hem in vingers weggegleden. Laatste album staat ook 1 Drentstalig nummer op. Is dat iets wat jullie vaker gaan doen? We hebben toen wel plannen gemaakt. Met degene die het geschreven heeft, we gaan wel een keer een Drents EP'tje maken. Maar dan moeten we eerst maar even... Gewoon doen waar we nu ook mee bezig zijn. Ja. Het vraagt ook wel veel, want het is ook niet zomaar dat je een Drentstalig nummer, of althans voor ons, uit je mond krijgt. Dat heeft toch wel heel wat voorbereiding getroffen, zo met taalles en toe van het Huis van de Taal voor Robert-Jan. Omdat dat is gewoon wel heel lastig. Als je het niet gewend bent... Ja, want ik spreek, wat Jason laatst op tv zei, ik spreek helemaal geen Drents. Nee. En dus het was wel voor mij best pittig, omdat... en sommige mensen zeggen, je hoort wel dat je geen Drents praat. Nou, so be it. Maar, dat is Engels. Oh ja, dat is Engels. Ja, vandaar. Sorry. Dus volgende week hebben we nog Koetstok Festival. Het is ergens achter Utrecht. Ja, dat is morgen. Is dat morgen? Ja. Oh, dat is morgen. In Kokkengen. Dat is ook een heel groot festival, maar dan is het inderdaad TT. Nou, dat is in Assen. We spelen op het Koopmansplein voor Miss Montreal om 9:00 s'avonds. Het wordt vast heel erg druk en gezellig. Ja. Ja. En dat is dus ook een groot podium? Dat zijn vrij grote podia hier in Assen. Althans, waar wij spelen, En verder deze zomer? Moeten we naar Boerenpop Festival? In Drouw in de Mond. Daar speelt. Daar spelen we eigenlijk tussen Van Dikkhout en Guus Meeuwis in. Nou, dat is wel echt heel stoer. Ja, dat is hartstikke stoer. Ja. Glamour. Oh ja, Glamour Beach Festival. Beach Festival. Nick en Simon spelen daar. En wij ook. Dus, dat zijn gewoon wel dingetjes waar wij. Zijn dat dingen waar jullie nog blij van kunnen worden? Hier worden we echt heel blij van. Van dit soort. Kijk niet zo kwaad, maar hij is zo kwaad. Wat we zelf altijd zeggen nu is dat het zou leuk zijn als we minder, iets minder konden werken en meer muziek konden maken. Ja. En dat vindt mijn baas nooit leuk als ik dat zeg. Nou, mijn baas zou dat prima vinden. Oh ja? Ja, nee, dat denk ik wel. Maar goed, het verschil is denk ik, we zijn nooit begonnen met het idee van we willen beroemd worden of we willen een hit scoren. We zijn gewoon met z'n tweeën bij een kampvuur begonnen en eigenlijk is volgens mij alles ons ook een beetje overkomen. Dus je verwachtingen... Die zijn ook niet heel erg hoog gespannen. We hebben toen wel eens gezegd van, het zou leuk zijn als je een keer op de landelijke radio komt. Ja. Nou, dat gebeurt. Tweede Kamer kom je niet zo vaak. Groot festivals. Beetje, dus het overkomt ons denk ik nu ook een beetje. En dat is gewoon heel erg leuk. En dat komt wel denk ik omdat we ook wel gewoon ons best doen. En dat het ook echt een leuke plaat is. Ja.
staat op de achtergrond een nieuwe kolk. Wanneer is die aan de beurt? Volgend jaar 26 april 2013, dan staan we met ons nieuwe theaterprogramma. We hebben daar de première. In de grootzaal. Ja. En die moet eigenlijk wel vol. Ja. Want ik heb een weddenschap met de directeur en hij zegt dat we het echt helemaal vol gaan krijgen. Nou, laten we hem dan ook een keer gelijk gaan krijgen.